Studenten leren om verwachtingen te doorbreken, oogkleppen af te doen en nieuwsgierig te zijn naar de blik van een ander. Logisch, als je aan kwaliteitsvol onderwijs doet. Bij de UGent zijn we durvers, kritische denkers. Aan de UGent leren we nieuwsgierig zijn naar andere ideeën en opvattingen. Maar evidenties loslaten, dat is niet makkelijk. We moeten tolerant zijn naar andere meningen. Eén probleem, maar 99 manieren om er naar te kijken. Multiperspectivisme, zeggen we hier. En al die nieuwe invalshoeken, dat zet alles constant op losse schroeven. Maar dat is goed. Het is juist door die constante stroom van kennis dat we orde kunnen scheppen in de chaos. Wetenschap is constant vragen stellen. Die oneindigheid drijft de UGent naar oplossingen, uitvindingen en innovaties. Maar de noodzaak om kritisch te zijn en een andere bril op te zetten. Multiperspectivisme. De UGent is een ecosysteem. Studenten leren van lesgevers, lesgevers van studenten, studenten van studenten en lesgevers van lesgevers. En al die mensen leren dan weer van andere mensen. Het is in de samenwerking tussen alle verschillende disciplines dat het hem zit. Niet alleen in het eigen vakgebied, maar ver daarbuiten. We zijn een leeromgeving, midden in de maatschappij, want we zijn er ook voor de maatschappij. En wij gaan dat allemaal leren aan de volgende generaties en zij weer aan die na hen. Want de toekomst, dat is het grote onbekende.